In een vijfdelige serie documentaires nemen wij u mee naar het heden, verleden en de toekomst van het plein op het Oude Dorp. In de aflevering van deze vijfdelige serie documentaires gaan we het hebben over de geschiedenis van de Pleinkerk en de toren. Net als de Romeinse villa uit de vorige aflevering is de kerk op het plein gebouwd, omdat die plek hoger ligt dan de omgeving en veilig was voor overstromingen van de rivieren in de regio. Omdat de toren ook nog eens een kleine 50 meter hoog is, is dat al eeuwenlang een oriëntatiepunt, vanuit welke richting je houten dan ook benadert. Dat was ook nodig, want er komen 6 wegen samen op het plein. Laten we eens kijken wat we over de geschiedenis van de Pleinkerk en de toren te weten kunnen komen. Goedemorgen. Die kerk hè, op dat plein, heeft die daar altijd gestaan? Altijd. Ja, nou, al meer dan 1000 jaar staat hier een kerk met een kerktoren die je van verre kon zien. En het is niet altijd deze kerk geweest. En zeker niet altijd deze toren. De torenspits is regelmatig veranderd. En voordat die kerk er stond, misschien heeft er wel een Romeins tempeltje gestaan. We weten het niet, maar het zou zomaar kunnen. Dat van die Romeinse tempel is dus helemaal niet bewezen. Maar de kerk en de toren staan hier al eeuwenlang. En wie zou die niet eens een keertje van binnen willen zien? Wij gaan er naartoe. We staan hier voor de Pleinkerk en met name voor de toren natuurlijk op dit moment. En hier zie je een kunstwerk van Marijn te Koolsteeg. Een van de 22 van de traproute, de zogenaamde toeristisch recreatief archeologisch pad. Het heet het lichtpad omdat dus de zon hier op die aluminium platen moet schijnen. En dan weer kaatst dat naar binnen. En dan moet je dus hier die opening niet zien. Hè, want dit is later dichtgemaakt. Maar dan kaatst dat licht dus helemaal op het hoogaltaar. En waarom? Omdat het hoogaltaar staat op de plek verwijzend in het oosten naar Jeruzalem. Dat is dus in de katholieke traditie het hoofdpunt. Alle kerken in Nederland die dus zo oud zijn als dit, zijn altijd oost-west gerelateerd. Dus je kan, als je in het dorp binnenkomt, altijd heel makkelijk weten, dit is west, andere kant van de kerk is oost. Nou, dan weet je vanzelf noord en zuid. Dit is nu een gotische toren. Hiervoor heeft een Romaanse toren gestaan, met rondbogen. Er zit in de kerk nog één rondboog is teruggevonden met de restauratie. Maar hieronder is in 57 en in 75 hebben we hier onderzoek gedaan. En daar is toen bewezen dat er Romaanse funderingen zijn van tufsteen en dergelijke. Die toren is afgebroken, wilde kennelijk een mooiere toren. En rondom 1535 is hier de eerste steen gelegd voor deze toren. En deze toren die heeft hele bijzondere dingen, want als je bovenin ziet, dan zie je dus daar die kruisen. En die dateren dus uit 1400. Ze zijn laat 15e eeuws. En we weten niet van al die kruisen wat ze betekenen. We weten ook niet waarom die erin is gezet. Er zijn nog 2 kerken in heel het sticht die dus deze versiering hebben.
Nou ja, we zijn af en toe cultuurbarbaren met z'n allen, dus dan moet het maar weg. Wat wel apart is, dat je dus in die boog een krassen ziet. Ook die zijn vanuit 1400. Hier is dus een orgel gebouwd in 1800 ongeveer. Toen hebben ze dit moeten dichtmaken om die steun te maken. Want aan de andere kant van deze muur zit een orgel. Ja, een orgel van meneer Van Oekelen. Een toentertijd bekende orgelbouwer in de 19e eeuw. En die kan je dus bereiken door die deur. Ga je omhoog, dan krijg je daar een uitgang en dan weer de deur en dan kom je op de orgelbank. Indrukwekkend zo'n toren en niet om ver te blazen, alhoewel. Ons land is in de 17e eeuw geteisterd door een verschrikkelijke storm. Tempest noemden ze die toen. Die onder andere het middenschip van de Domkerk in Utrecht heeft verwoest. Heeft onze toren die storm overleefd? De belangrijkste gebeurtenis die de kerktoren hier heeft meegemaakt is de verschrikkelijke tempest. Een enorme storm die het middenschip van de Domkerk in elkaar heeft gewaaid. Dat als een litteken door de tijd is achtergebleven. Nou, hier is de spits van de kerktoren afgewaaid en bovenop de kerk terechtgekomen. Hoe heftig was die storm voor de inwoners hier in Houten? Dat moet heel indrukwekkend geweest zijn. Want ja, je moet je voorstellen van zo'n kerktoren met zijn spits. Dat was een oriëntatiepunt. En nou, de toren stond er nog wel grotendeels, maar hij was wel een stuk lager geworden. Dus dat in die tijd had je nog geen tom-tom. Of ja, je moest je oriënteren op wat je aan de horizon zag. Er is in de toren veel te zien, maar daarvoor moeten we wel een smalle, steile, donkere, kronkelende trap op. En denk ook af en toe om je hoofd, want ik weet niet in hoeverre het allemaal. Een paar dappere verslaggevers durven Joop op de weg naar boven te volgen. Het lijkt erop dat deze stenen ouder zijn dan die stenen die ik daar zie. Nee, in principe, ja, het zou anders moeten zijn. Ze zijn jonger. Want de toren is dus die kant op geklapt. En daar waar, ik kan niet zo aangeven van wat nou echt nieuw erin gezet is later. Maar de basis is dus zeg maar 1535 tot 1540, 50. En toen in 1674 is pas die toren gevallen. Nou, dan krijg je stenen die dus van toen zijn. Of heel veel hergebruikt. In oude boerderijen die gesloopt werden, zaten ook al kloostermoppen. Of tufsteenmateriaal van de Romeinse villa hier. De hele kerk is trouwens gefundeerd op materiaal vanuit de Romeinse villa. Tufsteen en blokken van dit materiaal. Ja. Het is wel de duivel, hoor. Oh ja, hier hangt de steen om het gewicht van de. Nou, ik heb niet de indruk dat het licht hier is. Nou, hier zitten dus de duivenissen in. En er zijn er volgens mij uit 370 uit mijn hoofd te weten. Maar het kan ook best iets meer zijn. En die produceerden heel veel mest. En die mest was geld waard. Want duivenmest is uitstekende mest voor het land. Uiteraard is dat allemaal dichtgemaakt. Althans, de invlieg. Openingen, want ze veroorzaakten natuurlijk ook heel veel overlast, omdat ze niet alleen hier hun behoefte deden, maar ook op het plein en zo. Dat vonden mensen niet zo leuk. Maar het was dus een oud recht. Op Wickenburg, waar dus nog een mooie duiventoren staat, rust nog steeds een duivenrecht. En die mogen dus mest produceren of laten produceren en verkopen. Maar hier wordt het niet meer gedaan, dat zie je. Maar het is wel heel apart dat hier zoveel van die nissen in zitten.
Hier brandt in ieder geval wel licht, dus dat is wel zo aardig. Dat er geen invlieg meer is. Nou, hier sta je dus bij de luidklok van deze toren. We hebben er maar één. En er zit een randschrift op en daar staat dus op... of predikant Bas Blok en schout Jasper van Linden schonken deze klok anno, en dan dacht ik 1697. En dus deze klok, en dat is wel het leuke, deze klok is gespaard gebleven in de oorlog. Alle klokken in Nederland die werden geroofd door onze vrienden en die werden omgesmolten tot kanonnen en weet ik allemaal wat. Deze klok is op transport gegaan, hij is eruit gehaald. Maar er is een NS-ambtenaar die heeft ergens een wagon afgekoppeld. En laat nou daar deze klok in staan. Tja, en als je dan zo dicht bij de kerkklokken kunt komen, is er altijd iemand die het niet kan laten. We noemen hem discreet Pietje Bel. Wat is er met die torenspits gebeurd? Nou, als u het zo vraagt, ga ik iets verzinnen. Oh, die is er af geweest. Ik gok dat die dan ooit er afgewaaid is, afgebrand is. Brand. Als de klok eruit is gehaald, ik durf het niet concreet te zeggen. Wat zeg je voor? Harde wind. De harde wind, oké. Je kan zien dat deze ramen die nu in de kerk zaten, dat dat vroeger heel anders was. Met die verschrikkelijke tempest is dus het dak van de kerk ingestort, maar het muurwerk was nog redelijk intact. Niet te geloven, dat kun je nu niet meer voorstellen dat die hele torenspits boven op de kerk is gevallen. Wat een puinhoop moet dat geweest zijn. Letterlijk. En de wijde omgeving was ook zijn oriëntatiepunt kwijt. Maar goed, alles is weer opgebouwd. Ook de kerk, en het is tijd dat we daar eens binnen gaan kijken om te horen en te zien wat daar allemaal is gebeurd. Dit orgel hebben ze 1870 al ongeveer aangekocht. Voorheen was er geen orgel in, helemaal niet. Toen was de kerk ook omgedraaid en gericht op het hoge altaar. Na de reformatie in 1580 is dus langzamerhand die kerk gedraaid. Zijn ook alle beelden en alles wat nog aan het katholieke geloof herinnerde eruit gehaald. Vaak overigens in heel rustig, hier is nooit een beeldensturm geweest. Het is altijd heel netjes en rustig gegaan. Alle relieken en dergelijke die dus in deze kerk waren, die zijn bij de autochtone katholieke families bewaard gebleven. Nou, waar het nu is, deels misschien in de kerk, de katholieke kerk aan de Loerikeweg, Onze Lieve Vrouw ten Hemel opnemen. En voor de rest misschien verdwenen in de loop van de eeuwen waar we het over hebben. Het was heel lang, hoorde ook in de protestantse kerk geen orgel. Helemaal geen franje, niks. Gewoon een witte kerk. Kaal. Het ging om één ding, het woord. Het woord was belangrijk. Het is het allerbelangrijkste. En dat is ook in deze kerk, maar in alle andere kerken ook nog. Alleen wordt dat op verschillende manieren gebracht, om maar even zo te leggen. He, je hebt tegenwoordig kerken met een drumbandje, he, als het ware. En allerlei muziekvormen, piano, weet ik allemaal wat. Maar hier is dus alleen orgel. Goed. Lekkere warme voeten krijgen hier, want er zit een vloerverwarming in. Zo. Je zit nu in... De herenbank van Schonauwe. Er staan hier nog vijftal herenbanken, waarvan er twee van de families zijn die hier van oudsher altijd gebruik hebben gemaakt van deze kerk. En dat is van Oud-Wulven aan de overkant en dat is deze van Schonauwe. En de andere zijn herenbanken van notabelen, maar het zijn niet benoemd als zodanig. Er hebben er meer gestaan. Onder andere de bank van Wickenburg, maar die is er uitgehaald en die is naar de katholieke kerk in Schalkwijk gegaan.
Omdat zij op een gegeven moment als landgoed meer gericht werden op Schalkwijk en niet meer op Houten. En was voorheen wel, omdat Gooi en Houten is één gemeente. Schalkwijk was apart. Op dit moment kerkt hier hersteld verband. Deze kerk is voor een klein deel niet meegegaan met de fusie van gereformeerd, hervormd en lutheraan in de protestantse kerk Nederland. En hier waren nog redelijk wat bezoekers, om maar even zo te zeggen. En een deel daarvan wilde nog weer een eigen gemeente maken. En daar heeft de fusiecommissie of beslechting van geschillen van besloten, nee, dat kan niet. Of je gaat naar de protestantse gemeente Houten, dus zeg maar de opstandingskerk, of je gaat naar de Sionskerk. Je gaat niet nog eens een keer een derde hervormde kerk maken, want het is allemaal hervormd. Dit is ook voor oudsher een hervormde kerk, alleen is het een strenge, we noemden dat oorspronkelijk bonders. En nu, het deel wat nu over is en hier nog kerkt, huren overigens van de Sionkerk, want eigendom ligt bij de Sionkerk en niet hier. En dat is nog een kleine gemeenschap van streng. Hier staan we voor het grafmonument van Diederik van Veldhuizen. Dat is overigens het mooiste monument wat hier in de kerk aanwezig is. Zijn crypte of zijn begrafeniskist ligt formeel in de crypte onder deze plek. Maar hier, en dat zie je aan het marmer, hier was voorheen het hoge altaar. En hè, wat je in elke katholieke kerk hebt, dat je dus met treden naar het altaar gaat. Nou, dit is allemaal weg. Hierachter zit dus de consistorie, nu. En daar, dat was dus voorheen, hieronder de crypte. En daar liggen dus drie heren van Heemstede en een pastoor. En dat vind ik dus het mooie van het ecumenische gebeuren hier in Houten. Want een pastoor die in 1795 ook begraven wordt, had nooit van zijn levensdagen hier in de kerk bijgezet kunnen worden. Want hij was natuurlijk katholiek, dus hij was een paap, dat moest je niet hebben. Maar toch is het gebeurd. En ze staan er ook echt, dat is bewezen door de laatste restauratie, voordat hier de vloerverwarming en dergelijke werd aangelegd, is Leen de Keizer nog in deze crypte geweest. En daar staan vier kisten. En hij is begraven bij de familie van de Most. En familie van de Most was de laatste dus die ook heer van Heemstede was. Kennelijk heeft deze pastoor veel diensten bewezen aan. En had die meneer van de Most dus kennelijk zoveel invloed dat alsnog hij bij zijn familielid werd begraven. En dat is wel apart. Het tweede grafmonument wat in deze kerk is van Esai Gillot. Ook heer van Heemstede, een latere periode. En de derde, die dus in de crypte ligt, daar heb ik geen steen van of er is geen aandenken. We weten alleen dat het heer van de Mos is. En dat was ook een heer van Heemstede. Dus. Nu je dit allemaal weet, ga je toch anders tegen de toren en de kerk aankijken wanneer je over het plein wandelt. De volgende aflevering wordt wat grimmiger als we het over de Tweede Wereldoorlog en het bombardement van het plein en de omgeving gaan hebben.